Je kunt er als toerist goedkoop overnachten. Maar vaak heb je geen idee dat je op bezet grondgebied bent. Als je een kamer of appartement huurt in een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Boeken kan via meerdere aanbieders. Maar Airbnb stopt nu met de verhuur in bezet Palestijns gebied. Tot woede van Israël. Een prachtig uitzicht. De locatie is mooi. 1 Alleen heb je als toerist niet altijd door waar je bent: een Joodse nederzetting. Volgens internationaal recht illegaal gebouwd op Palestijns land. Correspondent Olaf Koens was er twee jaar geleden bij een Bed and Breakfast. Dit is een prachtige plek en je bent hier ook als toerist van harte welkom. Het is maar een kwartiertje rijden vanaf Jeruzalem en het is ook nog eens een stuk goedkoper. En toch hebben de Palestijnen er moeite mee, want zeggen ze, dit is bezet gebied. De grenzen van Israël zijn door de Verenigde Naties afgebakend. Er zijn daarbuiten, in de westelijke Jordaanoever, overal Joodse nederzettingen. Grond dat volgens de VN van de Palestijnen is. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bracht het aantal vakantieadressen in bezet Palestijns gebied in kaart. Er zijn at least 139 properties die we found listed on Airbnb in 2018 in illegale settlements in de West Bank. Airbnb stopt nu met het verhuren ervan tot genoegen van de Palestijnen, maar tot woede van Israël. It's giving in to extreme people who don't have any intention in promoting peace. Het Nederlandse Booking.com biedt ook appartementen aan in bezet Palestijns gebied, in een reactie laten ze weten daarmee door te gaan.